Op de A27 komen deze kabinetsperiode in elk geval geen tolpoortjes. Dat zegt minister Melanie Schultz van Hagen naar aanleiding van de verhalen dat de A27 de eerste supersnelweg zou worden waarvoor tol moet worden betaald. Deze nieuwe weg zou dan aangelegd worden als dubbeldeksvariant. Rijkswaterstaat suggereerde afgelopen week dat dit gecombineerd kan worden met tolheffing. Veel weggebruikers zouden wel bereid zijn om te betalen voor zo'n supersnelweg. Als dat de file op zou lossen, dan is dat altijd een oplossing natuurlijk. Ik zou best wat extra willen betalen om niet in de file te mogen staan. Ik doe het nu ook als ik naar Frankrijk ga. En het is gewoon zo, het scheelt heel veel tijd. Alleen, ja, het is natuurlijk voor een hele hoop mensen heel bezwaarlijk. Want het kost weer extra. En autorijden is hartstikke duur. Nou ja, de keuze is aan jezelf op dat moment. Hè. Dus als je zegt van ik heb haast, daar betaal ik voor om op een afspraak te zijn. Dat is toch prima? Dat is een strikt noodzakelijk is en er moet tol betaald worden. En dat helpt om een goede doorstroming. Ja, dan leg ik me daarbij neer. Ja, in de file sta je vaak een half uur langer. Dus in principe hou je dat geld er dan snel uit. En extra benzinekosten natuurlijk en extra tijd. Als ik naar Frankrijk kijk, ik kom daar niet zo vaak, maar als ik daar een keer doorrij en je neemt de tol weg, dan kun je wel doorrijden. Dan kun je wel opschieten. Als je ziet hoe lang je in de file staat, anders is het een zegen als je door kunt rijden. Toch is er ook bij enkele automobilisten opluchting over het feit dat de minister de tolheffing op de lange baan heeft geschoven. We betalen al belasting genoeg natuurlijk. En ik weet niet hoe dat met wegenbelasting gaat, maar en wegenbelasting en tol gaan betalen, dat wordt nog wel erg veel, denk ik, voor de automobilist. Ik ben tegen betalen. En ik heb een ontzaglijke hekel aan om op grote wegen te rijden. Dus ik ga helemaal niet op tolwegen, met vakantie niet en dan niet. Maar als het alleen maar een kwestie is van weer geld uit de zak kloppen van de automobilisten, dan ben ik daar erg op tegen. Ik vind het heel irritant. Ook op de andere bestaande wegen wordt volgens de minister de komende jaren geen tol ingevoerd. Volgend jaar wordt meer duidelijk over de aanpak van de A27. Minister Schultz van Hagen heeft de keuze uit een aantal varianten, zoals verbreding van de weg of de dubbeldeksuitvoering.